Amen. Wat fijn om hier weer te zijn. Alles is mogelijk. Een belangrijke waarde van jullie als gemeente, toch? Alles is mogelijk. En God maakt het onmogelijke mogelijk. En daar zien we naar uit. Wauw. Dankjewel ook. Zullen we de aanbiddingsleider even een applaus geven? Dankjewel. Hij heeft een mooie stem. Hij heeft een echte, een mooie stem. En waar God ook weer doorheen werkt. Nou, even heel kort. Lied en ik, wij mogen leiding geven aan Heart to Heart. Het is een stichting waar we een enorm verlangen hebben dat juist in de gebrokenheid van deze wereld, dat de kracht van God mag gaan doorbreken. En dat mensen het hart van God gaan ervaren als nooit tevoren. Dat de Heilige Geest wordt vrijgezet. En daardoor gaan we natuurlijk groeien in intimiteit. Geloofservaringen hebben mensen weer nodig vandaag de dag. Dat we getuigenissen hebben en kunnen getuigen wat God gedaan heeft in jouw leven. Gewoon geloofservaringen. Ineens komt de Heilige Geest je kamer binnen. Je gaat Jezus zien. Er komen engelen. Er gaat iets bewegen. We gaan iets uitdelen aan de mensen om ons heen. Dat is wat we nodig hebben. Groei in identiteit, in profetische kracht. Om te worden wie je bent. Je bent een profeet van je eigen leven. Roep je bestemming tevoorschijn, want die bestemming is al lang bepaald voor de grondlegging van de wereld. Satan zal er alles aan doen om dat tegen te houden. Maar we hebben kracht gekregen van de Heer. En dat schuilt ook in onze mond. We roepen tevoorschijn datgene wat Hij voor ons heeft. En tevens autoriteit. En ik geloof, we gaan groeien in autoriteit als we inzicht gaan krijgen in de geestelijke wereld. Gewoon dat onze ogen open gaan voor de wereld van God. En dat we met ogen, met Gods ogen kunnen kijken in deze wereld. Dat is zo belangrijk. En daarnaast, wellicht weten jullie wel, ik heb wat boeken geschreven in mijn leven. Nu samen ook met Lydia. In het boek De Realiteit van de Bovennatuurlijke Wereld. Ik denk dat iedereen het al gelezen heeft, hè, waarschijnlijk. Halleluja. Zo belangrijk, gewoon dat er, ik werd zo even geraakt net, dat, kijk, de Heilige Geest is aan het werk. En je bent de juiste man op de juiste plek. Je hebt de dood in de ogen gekeken. Jullie hebben de dood in de ogen gekeken. En ik zag een steen worden weggehaald. En Lazarus kwam tevoorschijn en opstandingskracht werd zichtbaar ook in jullie midden. Opstandingskracht. En dat wil ik uitbidden over je leven, Erwin. Ik weet niet de naam van je vrouw. Patricia. Jullie gaan echt die opstandingskracht van God ervaren. Dat is, als het ware, de geestelijke wereld achter Erwin en Patricia. Daar bevindt zich de wereld van God waarin ze mogen leven. En ik geloof, je bent de juiste man op de juiste plek op dit moment om de opstandingskracht van God te zien werken in Jezus' machtige naam. Halleluja. Ik werd zo bewogen toen ik dat zag. Lieve mensen, we zien hier wat lege stoelen. Maar zie die stoel volgende week vol. Niet met engelen, maar met mensen. Want je zal nooit ergens komen als je er niet eerst in je gedachten bent geweest. Met andere woorden, ga erover nadenken. Hoe gaan wij mensen benaderen met die blijde boodschap? En dan ga ik je sleutels ook weer geven vandaag over de persoon van de Heilige Geest. Maar die realiteit van die bovennatuurlijke wereld is zo reëel ook vandaag de dag. Opstandingskracht wordt vrijgezet in jullie leven. In de naam van Jezus. De steen is weggerold. Lazarus komt tevoorschijn. En dat betekent opstandingskracht is jullie deel. In Jezus' naam. Nou, ik heb het boekje over de Heilige Geest en over de tongentaal. Maar het laatste boek, Gods Hart voor Singles. 1/3 van de kerk in Jezus bestaat uit singles, wist u dat? Een hele grote groep is single. En God wil de singles in ere herstellen in het lichaam van Christus. Ze zijn kostbaar voor hem en we hebben gezegd, compleet, moedig, waardevol. Op de zomerweek, Hart en Hart zomerweek, hebben wij samen gesproken over gewoon singles. En toen heb ik ook gesproken over een single is compleet. Nou, die hele week daarna kwam ik mensen tegen, ik ben compleet. Ben compleet. Ik heb niemand nodig om compleet te zijn, want ik ben compleet in Jezus. Lydia vult mij aan.
Ze verrijkt mijn leven. Ze vindt vermenigvuldiging plaats, maar ze maakt me niet compleet, want Jezus maakt mij compleet. Ik ben compleet in hem. Ze vult me aan. Amen. Dat is heel belangrijk om dat te beseffen. Dus dat geloof ik absoluut. Maar iedereen is compleet in hem. En Lydia, die kwam met die uitspraak. Een single ziet zich dikwijls als iemand die iets nog niet is. Nog niet getrouwd. Nog geen kinderen. En zo kijkt de kerk naar singles. En dat gaan we doorbreken. Amen. Dus, en ik merk dat er zelfs schaamte. Oh, Gods hart voor singles. Oh, dat is niet voor mij. Terwijl heel veel singles, het is goed om al die principes toe te passen. En het is eigenlijk een boek voor iedereen. Want daardoor gaan we singles helpen. Wie wil er graag een single helpen? Ja? Kom naar de boekentafel en koop het boek. Nou, dat meen ik. Want er is iets gaande dat er een schaamte rust. Ja, ik ben natuurlijk jarenlang single geweest. En ik ben er trots op geweest. Dat ik single ben geweest. Ik vond het gewoon een geweldige manier van leven. Maar met Lydia leven is nog mooier. Geef ik eerlijk toe. Het is, ja, dat snap ik. Ga eens even staan, lieve schat. Geef er wel een applaus. Amen. En we hebben echt een opdracht om ook in de kerk van Jezus vandaag de dag de singles weer zichtbaar te maken. In Jezus' naam. Want ze zijn zo kostbaar. Maar er zijn zoveel soorten singles. Mensen die nog nooit getrouwd zijn geweest. Mensen die gescheiden zijn. De weduwe. De weduwnaars. Mensen die worstelen met hun identiteit en daarom niet aan een relatie beginnen. Er is zoveel gaande op dit vlak. Satan valt altijd identiteit aan. Maar we geloven met heel ons hart dat God de singles in ere gaat herstellen in Nederland. Amen. Halleluja. Zullen we de singles eens even een klapoffer geven? Ik weet helemaal niet wie de singles hier zijn hoor. Maar we geven jullie een klapoffer. Jullie mogen er zijn in het lichaam van Christus. Amen. Wel, ik heb nog eventjes allemaal mooie kaarten die ik mag weggeven. Niet mijn omstandigheden bepalen hoe mijn relatie met God is, maar mijn relatie met God bepaalt hoe ik met mijn omstandigheden omga. Vertel jouw problemen hoe groot God is, in plaats van God te vertellen hoe groot jouw problemen zijn. Ga tegen je problemen spreken. Mijn God is groot. Amen. Haha, glory. God heeft zijn liefde in jouw hart uitgestort door de Heilige Geest. Nou, wie wil ze uitdelen? We gaan het zaaien in jullie. Lydia gaat ze uitdelen. En we willen graag zaaien in jullie, zodat ook het woord van God mag bloeien en groeien in jullie hart. Wandelen zoals Jezus. Dat is eigenlijk het thema voor deze preek. Wandelen zoals Jezus. De aanbiddingsleider zei al, we leven in tijden vandaag de dag. Er gebeurt er van alles om ons heen. En wat we nodig hebben, is dat we gewoon weer simpelweg gaan leven als Jezus. En laatst stelde ik die vraag aan iemand. Ik zeg, is het mogelijk om als Jezus te leven? Hij zegt, nee, is absoluut niet mogelijk. Ik zeg, dat klopt, dat kan ook niet. Wij kunnen ook niet leven als Jezus, wandelen als Jezus. En toch is daar een geheim. Want ook God zegt, het is eigenlijk onmogelijk om te leven als Jezus. En aan de andere kant zegt hij, is het wel mogelijk om te leven als Jezus? Dus wat is het geheim om te wandelen en te leven als Jezus? In Efeze hoofdstuk 5, vers 1, dan lezen we die tekst. Dan zegt Paulus, die schrijft, wees dan navolgers van God. Met andere woorden, volg Gods voorbeeld, imiteer God. Is dat mogelijk? Ja, we zijn geschapen naar Gods beeld en gelijkenis, naar het evenbeeld van God. Jij bent geroepen om God te vertegenwoordigen, eigenlijk te imiteren hier op deze aarde. Nou, dan word je al helemaal blij. Dan denk je, hier, maar hoe dan? Is dat mogelijk? En dan staat er, als geliefde kinderen en wandel in de liefde. Zo belangrijk. Jezus wandelde in de liefde. Wij willen leven als Jezus. We willen wandelen als Jezus. Dus ook in de liefde willen wij bewegen. En dan staat er van Jezus geschreven, zoals ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en een slachtoffer tot een aangename geur van God. Het leven van Jezus was aangenaam voor God. Jouw leven is aangenaam voor God. Je bent geroepen om te leven zoals Jezus. Is dat mogelijk? Ja en nee. In eigen kracht, je gaat het niet lukken.
Maar het is mogelijk, omdat de Heere God ons een geheimenis openbaart om te gaan leven zoals Jezus dat heeft bedoeld. En het geheimenis is een persoon. En zijn naam is Heilige Geest. Want hij is de sleutel, eigenlijk hij speelt de hoofdrol in jouw leven om te gaan leven zoals Jezus dat heeft bedoeld. Het leven van God. De hemel ziet er naar uit. Dat wij met elkaar gaan leven zoals hij het heeft bedoeld. Waarom? We zijn geschapen naar Gods beeld en Gods gelijkenis. Wij zijn beelddragers van God. Niet in de eerste plaats fysiek, maar het wezen van God. De essentie van wie hij is, heeft hij geblazen in de kroon van zijn schepping. In Adam en Eva, in ons. Met andere woorden, wij zijn dragers van het DNA van God zelf. Bijzonder als je erover na gaat denken. Dat Adam en Eva bestonden zowel uit de bovennatuurlijke als de natuurlijke wereld. Adam is geschapen vanuit de aarde, het stof, maar tevens kwam de levensadem van God in hem. En dan zie je als het ware een samensmelting van de wereld van God, de bovennatuurlijke wereld, de natuurlijke wereld en de stoffelijke wereld. En het komt samen in de persoon van de Heilige Geest, want God blies zijn adem in Adam en Eva. Dus Adam en Eva kenden de persoon van de Heilige Geest. De Geest van God woonde in Adam en Eva. Wij weten wat er gebeurd is. Ze hebben van die boom gegeten en God zegt, je zal sterven. Dus met andere woorden, de Geest van God die trok zich terug en de mens kreeg een dode geest. Dat betekent dat de geest was afgesneden van het leven van God. Maar reken maar, de mens is nog wel steeds geest. Dus in de essentie, in de kern van het wezen van de mens, ben jij geest. Want we zijn geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. En God is geest. Wij zijn zijn evenbeeld. Dus in de essentie, in de kern van ons wezen, in het DNA van ons wezen, zijn wij geestelijke wezens. En toen God blies in Adam, toen werd hij een levend wezen. En aan de andere vertaling staat, een sprekende geest. Een speaking spirit. Wij lijken op God. Hoe heeft God de hemel en de aarde gemaakt? Door te spreken. Hij sprak tevoorschijn datgene wat leefde in zijn hart. Zijn droom. En de droom was, oh, die hele schepping, die geestelijke wereld die hij gemaakt heeft. En vanuit die geestelijke wereld maakte hij de natuurlijke wereld, de stoffelijke wereld, met een koning op deze aarde, de kroon van zijn schepping, de mens, Adam en Eva, om te regeren op deze aarde, om hem te vertegenwoordigen, om de hemel op aarde te brengen. God sprak en ook wij zijn gesproken om te spreken. Om de plannen van God uit te spreken, dat uit je mond gaat komen. Gods plan met jouw leven, we hebben erover gehoord, staat vast. Is al bepaald voor de grondlegging van de wereld. God heeft bepaald of je een man of een vrouw bent. God heeft bepaald wat de plannen voor jouw leven zijn vandaag de dag. Dus het wordt tijd dat we ze tevoorschijn gaan roepen. Ja, maar ik weet helemaal niet wat Gods plan met mijn leven is. De Heilige Geest weet het wel. De Heilige Geest. En die woont nog in je ook. Met andere woorden, er kunnen geweldige, mooie dingen gebeuren. Lieve mensen, laten de teleurstellingen en de pijn en het verdriet en wat je allemaal hebt meegemaakt, niet het beeld van God vertroebelen. Laten we opnieuw God alle ruimte geven om te zijn wie Hij wil zijn in jouw leven. Amen. Heilige Geest, ik wil u alle ruimte geven om de persoon te zijn die u wil dat u zijn zal. We zijn geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. De hemel verlangt ernaar dat wij meer en meer gaan lijken op Jezus. Romeinen 8 vers 29, dat we geschapen zijn om daadwerkelijk op Jezus te gaan lijken. Wie verlangt ernaar? Lukt het in eigen kracht? Het gaat niet lukken, echt niet. Maar daarom is de Heilige Geest gekomen. Hij is de kracht van God en hij wil jou helpen om te gaan leven zoals God het heeft bedoeld. Om het leven van Jezus in en door jou te leven. Ik vergeet nooit meer dat moment. Ik vloog terug vanuit India,
Cambodja, Zuidoost-Azië, richting Nederland, Schiphol. En ik zat in het vliegtuig en er waren hele mooie dingen gebeurd. Echt mooie dingen gebeurd. Ik had mensen tot bekering zien komen, mensen werden genezen. Echt wonderen en tekenen hebben plaatsgevonden. En zeker als het dan gebeurt onder je handen, nou dan ben je onder de indruk van de grootheid van God. Amen. Daar verlangen we naar, toch? Dan zie je de kracht van God werken. Het woord van God werkt. Mensen werden vervuld met de Heilige Geest, begonnen te spreken in nieuwe talen. En dan ben je God zo dankbaar. Blinde ogen gaan open, dove oren gaan open. En dan denk je, God is dezelfde. Halleluja, Hij is de scheppende God. Dan ben je zo geraakt. Dan zit ik in het vliegtuig en denk je, oh God, ik wil me helemaal aan U geven. Ik wil voor U leven. Hier ben ik. En op dat moment kwam er zo'n stem. Ja, maar daar ben ik niet in geïnteresseerd. En ik schokte eigenlijk van, ik zeg, Heer, wat bedoelt U daarmee, niet in geïnteresseerd? Waarin bent U dan wel geïnteresseerd? En heel duidelijk kwam die gedachte tot mij. Hij zegt, Gerard, mag ik mijn leven in en door jou leven? Dat je niet in de eerste plaats voor mij leeft, maar zou ik ruimte mogen krijgen in jouw leven, om in en door jou mijn leven te leven. Ik zeg, Heer, ja, maar hoe werkt dat dan? Hij zegt, wil je mijn Heilige Geest de ruimte geven om het leven van Jezus in en door jou te leven? En dat is eigenlijk het begin geweest van een andere manier van kijken naar God. En iedere dag te zeggen, Heilige Geest, hier ben ik. Wilt U het leven van Jezus in en door mij leven? Alle plannen die U voor mij heeft, ik ben beschikbaar. De plannen die U al bepaald heeft voor de grondleggingen van de wereld. Heer, hier ben ik. Leef het leven van Jezus in en door mij heen. Dat is een prachtig gebed. Dat was een openbaring voor mij. Ineens. Oh, want ik wil hard werken voor God. Oh, Heer, ik wil dit voor U doen. En ik wil dat voor U doen. En toen de Heer zei, daar ben ik niet in geïnteresseerd. Dat kwam bij me binnen. Waar bent U dan wel in geïnteresseerd? Mag ik mijn leven in en door jou leven? Dat is een totale andere dynamiek. Het is zijn leven. En de Heilige Geest wil je daar alle ruimte voor geven. Als we willen gaan lijken op Jezus, dan zien we dat de Heilige Geest een sleutelrol speelt in het leven van Jezus. De Heilige Geest was werkzaam in het leven van Jezus. En hoe Hij werkte in het leven van Jezus, zo wil Hij dus ook werken in jouw leven. Maar hoe werkte de Heilige Geest nu in het leven van Jezus? De Heilige Geest is een prachtig persoon. Hij denkt, hij spreekt, hij heeft een wil, hij heeft gevoelens, hij is briljant, hij is God. De Heilige Geest is kracht. Niet een onpersoonlijke kracht, maar een persoonlijke kracht. Hij is opstandingskracht, hij heeft Jezus uit de dood doen opstaan. Hij is scheppingskracht, het is een kracht vol van liefde en die is werkzaam vandaag de dag in jouw leven, in jouw huwelijk, in jouw gezin. Daar waar jij komt, is Hij aan de slag. Hij is een bijzonder persoon. Want de alomtegenwoordigheid van God is in de persoon van de Heilige Geest. Je kan nooit meer van de Heilige Geest ontvangen, want Hij woont in je. Maar je kan wel meer van zijn kracht gaan ontvangen. Van zijn kracht gaan ervaren, want Hij is kracht. En wat hebben we die kracht vandaag de dag nodig? Opstandingskracht, opstijgingskracht. Wat hebben we de kracht van God nodig om de wereld te bereiken? Want alleen met woorden gaat niet lukken. Maar ik geloof met betoon van geest en kracht, dan gaat er toch iets gebeuren, ook in deze wereld. Als er weer doden opstaan vandaag de dag. Als je het niet ziet gebeuren,
in je gedachten, dan gaat het ook niet gebeuren. Ik ben gaan spreken, omdat ik mezelf heb zien spreken. Ja, allereerst voor de spiegel. Want ik ben een stotteraar geweest. Ik zou nooit voor mensen zijn gaan staan. Echt niet. Ik kan een gebrek, ik kan een handicap. En als je een handicap hebt, nou, dan weet je wat afwijzing is. En dikwijls, als je een handicap hebt, dan zie je ook dat je vaak naar jezelf kijkt door de ogen van je beperking. Dat je naar jezelf kijkt door je ogen van je tekortkoming. Dat je naar jezelf kijkt door wat mensen van je zeggen, wat mensen van je vinden. Juist omdat je een beperking hebt. Maar zo kijkt God niet naar je. Als hij naar je kijkt, dan ziet hij Jezus. Halleluja. En dan is hij zo blij met je. En de Heilige Geest, die opstandingskracht is, die wil het leven van Jezus in en door jou leven. Met andere woorden, alles is mogelijk. Wat in lijn is met de wil van God. En de wil van God lezen we in zijn woord. Amen. Dus het is zo'n geweldig persoon. En hij was Jezus' beste vriend op deze aarde. En zo wil de Heilige Geest ook jouw beste vriend zijn op deze aarde. De Heilige Geest openbaarde aan Jezus wat de Vader zei. De Heilige Geest liet Jezus zien wat de Vader deed. En wat de Vader deed, deed de Zoon ook. En wat de Vader sprak, dat sprak de Zoon ook. Hoe kon de Zoon dat doen? Omdat ook Hij, God de Zoon, werd mens. En dan zie je heel mooi dat opnieuw het bovennatuurlijke, de geestelijke wereld, de natuurlijke wereld en de stoffelijke wereld, werden samengesmolten in die geweldige persoon, Jezus, de Zoon van God. En de Geest van God kwam in hem wonen en hij ging het leven zoals God het oorspronkelijk heeft bedoeld. Krachtig. De Heilige Geest werkte op een machtige manier in het leven van Jezus. Zo wil die ook op een machtige manier werken in jouw leven. Zodat Jezus zichtbaar wordt. Want hij heeft je bij Jezus gebracht. De Heilige Geest woont in je. Je bent vervuld met de Heilige Geest. Hij leidt je in de waarheid. Het is een bijzonder persoon. En hij is hier. Heilige Geest. Sluit vriendschap met die geweldige persoon van de Heilige Geest. Hebben we honger naar God? Hebben we dorst naar de levende God? Verlang je ernaar dat je de kracht van God ziet komen? Die zomerweek, toen Wilkin van der Kamp zei, Gerard, ik ga die zomerweek stoppen. Het eerste wat ik tegen hem zei, hij vertelde mij dat. Hij zei, het is vertrouwelijk. Zei ik, oh Wilkin, deze week mag niet verloren gaan voor het land. En toen dacht ik niet aan de volwassenen. Toen dacht ik aan de kinderen. Toen dacht ik aan de tieners. En toen dacht ik aan de jeugd. Waarom? Want dat is de plek. En daar zie ik zulke grote dingen gebeuren. Dat de kinderen vervuld worden met de Heilige Geest. En gaan spreken in nieuwe tongen. Daar zie ik van die onverschillige tieners. Daar zie ik iets. De eerste dag komen ze ook zo binnen hoor. Maar aan het eind van die week. Het zijn stuiterballen. Die allemaal gaan voor Jezus. Ze hebben wonderen meegemaakt. Ze hebben tekenen meegemaakt. Ze hebben engelen gezien. Ze spreken in nieuwe tongen. Ze zijn gaan evangeliseren op straat. Ze zien dat benen worden langer gemaakt. Dat handen worden langer gemaakt. Ze zien van, of armen, weet ik wat. Ze zien van alles gebeuren. Waarom? De kracht van God is aanwezig. En daar, en de jeugd precies hetzelfde. Daarom mag zo'n week niet verloren gaan voor het land. En toen Wilken zei, zouden jullie dan bereid zijn om die week over te nemen? Ik zeg, hoe denk je dat we dat gaan doen? Ik ben voorganger. Ik heb geen stichting. We hebben geen stichting. Hoe gaan we dat doen? Hij zei, dat is jouw zorg. En we keken elkaar aan. En we geloven, dit is wat God van ons vraagt. En ik ben zo blij dat we het ja gezegd hebben. Want afgelopen zomer hebben we voor het eerst met meer dan 1000 man zijn we samen geweest. En ik heb weer diezelfde dingen zien gebeuren bij de kinderen, de tieners en de jeugd. Volwassenen was fantastisch. Maar met name wat God doet bij die kinderen. Bij die tieners en bij de jeugd. Ja, ouders, weerhoud je kinderen dat niet. Ja, maar het is een hoop geld. Nou, je kan beter investeren op die manier in het leven van je kinderen. Dat ze helemaal vol worden van Jezus. En dan heb je geïnvesteerd in de eeuwigheid. Amen. Halleluja.
Oh, daar verlang ik naar dat het mag gaan gebeuren in waar, ze het, oh, waar de Heilige Geest alle ruimte krijgt om te doen wat er moet gebeuren in Jezus' naam. Even heel kort, hoe werkte de Heilige Geest in het leven van Jezus? Allereerst, de Heilige Geest heeft het leven van Jezus gepland. En hij heeft zijn komst aangekondigd. Door heel de Bijbel heen, Genesis 3 vers 15, de moederbelofte, werd het zaad, het nageslacht van de vrouw al aangekondigd. En dat is Jezus. En die zou de kop van Satan vermorzelen. Door heel het Oude Testament heen heeft de Heilige Geest door profeten gesproken, de Messias gaat komen. En dat zaad, wat al die profeten hebben gezaaid, is samengekomen in dat ene zaad van de Vader. En het is geplant in de moederschoot van Maria, bevrucht met samen met een eicel, bevrucht door de Heilige Geest, want het werd verwekt. Dat is een maagdelijke conceptie, dat is een natuurlijk boven natuurlijk. Wat daar heeft plaatsgevonden in die moederbuik van Maria. Opnieuw weer de geestelijke wereld, de bovennatuurlijke wereld, kwam samen met de natuurlijke stoffelijke wereld. God de Zoon, geestelijk, wordt mens. Een God mens zit nu op de troon aan de rechterhand van de Vader. Power, als je erover na gaat denken. Er heeft iets gebeurd in de Godheid. Uiteindelijk gaan wij worden deel van de Godheid, want wij zijn de vrouw van het Lam. Nu de bruid, ziet hij daar naar uit of niet? Ja, dat gaat allemaal gebeuren. Hè? Dat is een enorm plan wat de Vader heeft. Daar spelen wij een hoofdrol in. Wauw. Wij zijn sprekende geesten. We lijken op de Heere God. En zoals Jezus kwam in die moederschoot, was allemaal al geprofeteerd. En hij was de vrucht van de beloften die werden gesproken in het Oude Testament. Hij was niet alleen de vrucht, maar hij heeft het ook vervuld. En die wil ik tegen jou zeggen, ook jij bent gepland door God. Ook jij, jouw komst naar deze aarde is aangekondigd. Waarom kan ik dat zeggen? Job 33 vers 4, de geest van God heeft ons verwekt. De geest van God heeft ons geschapen en de Geest van de Almachtige doet ons leven. Job 33 vers 4 met andere woorden. Als ik even naar deze... Ben jij nog een tiener of niet? Ja, ga eens even staan. Yes. Even een klapoffer. Hoe heet je? Joël. De Heer is God. Amen. De Heer is God. Je hebt een prachtige naam, Joël. Dat zij is het ontwerp van de Heilige. Al voor de grondlegging van de wereld lag er een blauwdruk voor haar leven klaar. En dat heeft de Heilige Geest gedaan. Met andere woorden, op het moment dat je gaat geloven in Jezus, komt de Heilige Geest in je wonen. Het komt in Joëlle wonen. En wat gaat de Heilige Geest doen? Op basis van het volbrachte werk van Jezus gaat hij dat oorspronkelijke plan, haar unieke persoonlijkheid, talenten, gaven, datgene wat God in haar gelegd heeft en bepaald heeft voor de grondlegging van de wereld, daar gaat de Heilige Geest door schijnen. En zo gaat ze een licht zijn in deze wereld. Zij heeft het unieks gekregen van God. Ze heeft een warm hart voor mensen. Ze zal in de toekomst ook bewogen zijn met mensen. Je zal zorg gaan dragen voor mensen. En dan zal je zien dat de Heilige Geest dat gaat uitwerken in en door het leven van Joëlle heen. Want dat is al bepaald voor de grondlegging van de wereld. En alle zonden van de voorvaderen, alle blokkades, alle ontsporingen die hebben plaatsgevonden in het voorgeslacht van Joëlle. Wie weet dat? De Heilige Geest. Alle woorden die tegen haar gesproken zijn. Alle pijn die ze heeft meegemaakt. En misschien heb je al pijn meegemaakt en verdriet. En weet je wat het is om te huilen? De Heilige Geest weet dat. En wat gaat hij dan doen? Hij gaat haar inkomen. En hij gaat haar mooi maken overeenkomstig dat plan wat vastgelegd is voor de grondlegging van de wereld. Er is dus hoop voor iedereen. Wat je hebt meegemaakt. Hoe erg je verleden ook is. Ik heb met een beperking moeten leven. Maar daar is de Heilige Geest ingekomen en de Heilige Geest zegt, ja, je hebt dan wel een etiket op je geplakt gekregen dat je een stotteraar bent, maar voor de grondlegging van de wereld had ik je het plan al lang geschreven dat je mijn woord zou brengen. Halleluja. Dus nu mag ik wandelen in dat oorspronkelijke plan, niet van mijn vader en mijn moeder, niet van mijn opa en mijn oma, van maar wat de Heilige Geest had bepaald voor de grondlegging van de wereld. En dat geldt ook voor jou.
Ellen, is dat niet mooi, joh, Ellen? Begrijp je het een beetje of niet? Een beetje. Nou, je papa mag het gaan uitleggen. En wat zeg je? Je broer gaat het uitleggen. Maar is je papa hier niet of niet? Nee, nou ja, dan gaat je broer het uitleggen. Geweldig. Maar jij hebt het wel begrepen. Ja, nou kijk, zie je. Dus met andere woorden, hij gaat het jou vertellen. Maar je bent een prachtige schepping van God. Zullen we jullie even een geweldig applaus geven? Amen. Je mag weer gaan zitten. Dus dat heeft de Heilige Geest. De Heilige Geest heeft Jezus verwekt. Hoe deed hij dat? Het zaad van het woord. Van de Vader. De eicel van Maria is bevrucht. En daardoor werd de Zoon van God mens. Jij bent ook verwekt door de Heilige Geest. Je bent uit de hemel geboren. Hoe is dat gekomen? Op het moment is het woord in deze lieve zuster gekomen. Het woord heeft je hart geraakt. Iemand heeft gezegd, ik weet niet wat die persoon gezegd heeft, maar er is iets gebeurd in je binnenste. Het woord heeft je hart geraakt. Heel veel zaad wordt weggevaagd. De Satan rooft. Maar er komt een moment dat het woord, dat zaad, dat raakt je hart. En het gaat ontkiemen. En op dat moment, de Heilige Geest bevrucht dat zaad. En dan gebeurt er iets moois. Ze wordt uit de hemel geboren. Dat oorspronkelijke plan, de blauwdruk die God al heeft had klaar liggen voor de grondlegging van de wereld, gaat nu in werking. En de Heilige Geest gaat dat in en door jouw leven uitwerken. Hij weet precies wat je hebt meegemaakt. Hij kent al je pijn, hij kent al je verdriet. Maar de Heilige Geest zegt, mag ik je mooi maken? Want ik ga scheiden door jou heen en je gaat steeds meer lijken op Jezus. Zoals Jezus verwekt is door de Heilige Geest, zijn ook wij verwekt door de Heilige Geest. Zoals Jezus' geboorte was gepland en bepaald, zo is ook onze geboorte en gepland door de Heilige Geest. Is die niet een geweldige persoon? Jij bent het ontwerp. Job 33, vers 4. Van de Heilige Geest. De Geest van de Almachtige doet jou leven. Ja, leven volgens dat oorspronkelijke plan, Jeremia 33 vers 3. Oh, wat heb jouw diepste geluk voor ogen. Het is klaar, het ligt klaar. Ik hoef nu alleen maar de hoofdstukken te lezen die al geschreven zijn over mijn leven. Amen. Wat is dat toch een, wat hebben we een geweldige God. En dan mag ik gaan leven zoals God het heeft bedoeld. En ik verlang er zo naar dat veel mensen, de Ronde Venen, 45.000 mensen die wonen in dit gebied, de Heer Jezus persoonlijk gaan leren kennen. Dat Mijdrecht gaat schudden onder de kracht van God. Dat die 16.000 mensen gaan weten dat Jezus leeft. Amen. Halleluja. Dat is toch mogelijk? Maar als we het niet gaan dromen met elkaar, als we het niet gaan uitspreken met elkaar, laten we weer geloof spreken. Laten we verwachting spreken. God maakt het onmogelijke mogelijk. Ik zag dit echtpaar tevoorschijn komen. En ik zie, je hebt de dood, dat kwam heel sterk, je hebt de dood in de ogen gekeken. En waarschijnlijk klopt dat ook, je hebt de dood in de ogen gekeken. En er is opstandingskracht vrijgezet. En de gemeente zal daarmee gezegend worden in Jezus' machtige naam. Amen. Halleluja. Nou, wat de Heilige Geest deed in het leven van Jezus, doet hij ook in jouw leven. Hij heeft Jezus vervuld. Bij de rivier de Jordaan. De Geest van God die in hem woonde, die hem had verwekt. De Geest van God kwam op Jezus als een duif. Nou, zo wil de Heilige Geest ook jouw leven vervullen. Want Jezus is de doper, zit aan de rechterhand van de Vader, heeft zijn geest uitgestort. En de Geest van God die in jou woont, daar wil hij ook in onderdompelen. De Geest van God die jou verwekt heeft, die in je woont, je bent geboren uit de hemel, dezelfde Heilige Geest, daar wil Jezus in onderdompelen. We noemen dat de doop in de Heilige Geest. En daarna heb je vele vervullingen nodig. Ik heb ook een vervulling nodig, iedere dag weer opnieuw. En de doop in de Geest gaat gespaard. Je gaat spreken in nieuwe talen, want waarom? Jouw nieuwe mens, die geboren is uit de hemel, wil spreken. Net zoals een babytje, wil gaan huilen. Daar zijn we zo blij en dankbaar voor. Zo wil die nieuwe mens en jou wil zich uiten. En hoe noemen we die uiting van de nieuwe mens? De tongentaal. Er zijn verschillende functies van de tongentaal. Maar ik vind dit een hele belangrijke. Dat jouw nieuwe mens zich kan gaan uiten in de taal van de Heilige Geest. Met andere woorden, de Heilige Geest geeft jou de woorden. Jij spreekt ze uit. De
De Heilige Geest geeft jou de woorden, jij spreekt ze uit en dan ga je profeet worden van je eigen leven. Wat ga je tevoorschijn roepen? De plannen die God al lang had klaarliggen voor de grondlegging van de wereld. En heel veel mensen die sterven vroegtijdig. Heel veel mensen wandelen niet in de plannen van de Vader vandaag de dag. Maar wat ben ik blij, ook heel veel christenen wandelen niet in de plannen van de Vader. Gelukkig hebben we de eeuwigheid voor ons. Want de Heilige Geest gaat echt wel een beetje door, hoor. Maar wat denk je aan kinderen die geboren zijn met een beperking? Die wellicht verstandelijk beperkt zijn. Is dat Gods oorspronkelijke plan? Nee. De Heilige Geest gaat nu al aan de slag met deze kinderen, absoluut. Maar als ze de eeuwigheid ingaan, de Heilige Geest gaat door, hoor. En dat maakt ze helemaal zo mooi, zoals God het oorspronkelijk heeft bedoeld. Als de kinderen vroegtijd sterven, wat een verdriet doet dat hier aan deze kant van de eeuwigheid, of niet? Nou, dat doet wat. Dat, als ik dan met kinderen, met babytjes die gestorven waren, ik heb ze ook begraven. En dan wat een verdriet en wat een pijn ook bij de ouders. Maar wat een hoop. Want het babytje leeft verder, hoor. En er zijn engelen. En die staan nu te juichen in de hemel. Papa, mama, ga verder hoor, ga verder. Want ik ben bij Jezus en ik mag verder opgroeien. En ik ga veranderen aan het plan dat God oorspronkelijk met mij heeft en bepaald voor de grondlegging van de wereld. Is dat geen blijde boodschap? Of kom ik over, mensen, of niet? Worden we weer lekker wakker geschud? We hebben zo'n geweldige God. Amen. En zoals Jezus vervuld werd met de Heilige Geest, wil hij ook jou vervullen met de Heilige Geest. En toen werd hij in de woestijn geleid. En dan staat er dat hij terugkwam in de kracht van de Heilige Geest. Niet alleen maar dat hij vol was. Hij was vol van de kracht van de Heilige Geest. En wat zit tussen de volheid en de kracht? Testen. Beproevingen. En dan moest Jezus Satan confronteren. En er staat geschreven. En dan werd Jezus verzocht op verschillende plekken, ook in zijn leven. En ook wij zullen die verzoekingen meemaken, maar uiteindelijk maakt het ons alleen maar sterker. Maak van deze stenen brood, zegt de vijand tegen hem. Met andere woorden, wat eigenlijk de Satan tegen hem wil zeggen, is dat je je eigen verlangens gaat plaatsen boven de verlangens van de Vader. Die verleiding hebben we allemaal. Op het moment dat je in het weder staat, dan gaat je kracht toenemen. Die vervulling met de Heilige Geest, die gaat zich uiten in geweldige kracht, wat we ook nodig hebben. Val neer in aanbidding. Een directe aanval op de onderwerping aan God. Je leven met God kan ook wel zonder het kruis. Een shortcut. Nou, het gaat niet zonder het kruis. En Jezus wist dat. Ik zal die weg van de Vader gaan en niet Satan aanbidden. Al bood hij hem alles aan. Hij zegt, ik ga het terugwinnen. Ik ga het herstelplan in werking zetten. Maar wel op de manier zoals mijn Vader dat wil. Spring van de tempel. Ook zo'n verleiding. Oftewel, de verzoeking om indruk te willen maken op mensen. Om in het centrum van de aandacht te staan. Maar het gaat niet om jou, het gaat om hem. En als Jezus deze testen doorstaat, your test becomes your testimony. Dan groei je in kracht. En ik verlang ernaar om te groeien in kracht. Ik hoop dat jij er ook naar verlangt om te groeien in kracht. Op dat gebied dat God jou gegeven heeft. Dat jij mag regeren en de hemel op aarde mag brengen. Iedereen hier heeft een bepaald gebied waar jij mag regeren. Allereerst in je persoonlijk leven. In je huwelijk. In je gezin. Op je werk. Daar heb jij autoriteit. En tot slot, er valt nog veel over te zeggen, de Heilige Geest heeft Jezus opgewekt uit de dood. Nou, zo is die opstandingskracht ook werkzaam in jou. En dan staat er iets geschreven in Johannes 3, vers 34. Want hij die God gezonden heeft, spreekt de woorden van God. Want God geeft hem de geest zonder maat. Jezus had de Heilige Geest zonder maat. En mijn eerste gedachte was, oh, dan heb ik waarschijnlijk de Heilige Geest met maat. Totdat de Heilige Geest me eigenlijk op mijn vinger stikt. Hij zegt, nee. Op het gebied van jouw verantwoordelijkheid. Op het gebied waar ik jouw autoriteit heb gegeven. Dus niet op andermans gebied, nee, op jouw gebied. Heb ook jij de Geest zonder maat ontvangen om royaal,
volledig in de kracht van de Heilige Geest te leven. En dan zeg ik, Heilige Geest, wilt u alsjeblieft het leven van Jezus in en door mijn leven, juist ook in deze tijd waar we gaan van crisis naar crisis. Heer, we hebben u zo hard nodig. Heilige Geest, wilt u het leven in en door mij leven. Zoals u werkt in het leven van Jezus, wilt u ook zo werken in mij. Zoals u de komst van de Messias hebt aangekondigd, heeft u ook u mijn komst aangekondigd. Ik ben geen ongelukje. Niemand die hier zit is een ongelukje. Amen. Je bent gepland door de hemel. Gods plannen met jou staan vast. Zoals de Heilige Geest Jezus heeft verwekt, heeft hij ook jou verwekt. Je bent uit de hemel geboren. Hij woont in je. Zoals de Heilige Geest Jezus heeft vervuld, zo heeft hij ook jou vervuld. Zoals de Heilige Geest Jezus kracht gaf om wonderen en tekenen te doen, zo heeft hij ook jou de kracht gegeven om wonderen en tekenen te doen. Want autoriteit is niets anders dan het recht om de kracht van God te gebruiken. Jij mag de kracht van God gebruiken op dat gebied waar God jou tot een God met een kleine letter G, want we zijn in zijn evenbeeld en gelijkenis geschapen, heeft geplaatst. Nou, dat maakt je nederig. Wow. Wat een verantwoordelijkheid hebben wij. En als de Heer Jezus de Geest zonder maat heeft ontvangen voor zijn missie, zo heb ook jij de Heilige Geest zonder maat ontvangen voor jouw missie. Maar daar moeten onze ogen wel voor open gaan. Kom ik over? Zullen we gaan staan met elkaar? Kent hier iedereen de Heer Jezus persoonlijk? Is Jezus je redder en heer? Amen. Halleluja. Joelle, is Jezus jouw redder en heer? Amen. En jouw redder en heer? Yes. Ja, je mag het even vragen, hè, maar we zijn in de kerk, dus halleluja. Oh, maar het is zo belangrijk dat Jezus je redder en heer is. Amen. Wie verlangt ernaar om meer op Jezus te lijken? We verlangen ernaar. We hebben een nieuwe uitstorting van de Heilige Geest nodig. We hebben upgrades in God en in zijn koninkrijk nodig. Dat de Heilige Geest kan doen wat hij wil doen. En als jij daarna verlangt, gewoon strek je gewoon eens even uit. En wellicht dat de aanbiddingsleider even wat kan spelen. Zo, als die, dat gaat helemaal goed komen. Dat hij even iets mag spelen. En als jij daarna verlangt, je verlangt meer van Gods Geest, kom er gewoon even rustig naar voren toe. Gewoon, je wil die Heilige Geest de ruimte geven om te doen wat hij wil doen in en door jouw leven. Je verlangt naar een nieuwe vervulling. Iedereen spreekt hier al een nieuwe talen. Amen. Wie nog niet? Nee, kom snel naar voren toe. Als je dat wil natuurlijk. Ja, dat is zo belangrijk. Want weet je, die tongentaal zit er lang in je. Dat is het punt. Dat is ook weer zo'n leugen van de vijand. Het zit er lang in je. De Heilige Geest is toch gekomen, of niet? Want de Heilige Geest in je? Nou, heb je dan tongentaal? Ja, want de Heilige Geest, die woont toch in je? Hij neemt zijn gereedschapkist mee. Dat is de gereedschapkist van de timmerman. Amen. Wie nog meer? Ja, kom maar hoor. Dus met andere woorden, het is in je. Alleen het moet geactiveerd worden. Het moet vrijgezet worden. De Heilige Geest geeft je de woorden, jij spreekt ze uit. Allen werden vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in nieuwe taal. Dat is de taal van je nieuwe mens. Ben je uit de hemel geboren? Woont de Heilige Geest in je? Geloof je in Jezus? Allemaal ja, 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 ja. Dus, het is ook voor jou. Amen. Er staat niet sommigen, nee, er staat allen. En Jezus is hier. Hier verlangt ook nog nieuwe vervullingen met de Heilige Geest. Zullen we ons aan haar uitstrekken in Jezus' naam? Shada boy, ik zet de profetische zalving vrij ook in deze gemeente, in de naam van de Heer Jezus. Heer, dat ook Erwin en zijn vrouw Patricia gaan wandelen in die herderlijke, maar ook apostolische kracht om te doorbreken wat doorbroken moet worden in de naam van Jezus. Want ik heb opstandingskrachten voorschijn zien komen in Jezus' machtige naam. Halaba soto korabanta taliai. Je spreekt het al, hè? Ja, opnieuw, amen.
Wat een honger, wat een honger. Gods kracht is op je. En ik zie een juk van je afvallen in de naam van de Heer Jezus. En er zijn woorden tegen je gesproken die nu op dit moment verbroken worden in de geestelijke wereld. Zodat je bestemming tevoorschijn komt. Weet je, soms kunnen woorden je zo onderdrukken. Wist je dat? Die kunnen je zo klein houden. Maar die woorden zijn verdwenen. Dat je gaat staan in de naam van de Heer Jezus. Amen. Halaba. Schud het maar van je af. En voor jullie zeg maar dank u Jezus. Zeg maar dank u Jezus. U bent de doper in de Heilige Geest. Zeg het maar, u bent de doper in de Heilige Geest. Uw geest woont in mij. En ik dank u voor de tongentaal. Ik dank u voor de tongentaal. En Heilige Geest, wilt u mij de woorden geven? Dan ga ik ze uitspreken in Jezus' naam. Amen. En het is gewoon, je moet je wel je mond openen, want het is wel jouw mond, het is wel jouw tong. Dat passeert de Heilige Geest niet. Het is samenwerken met de Heilige Geest. En jij mag ze uitspreken in de naam van de Heer Jezus. En dan wat Satan het eerste zegt, oh, dat is maar gebrabbel. Oh, dat maak ik zelf. Dat is precies zijn manier. Nee, jij spreekt. Het zijn woorden van God in Jezus die over je lippen komen. Lebon takada bantari. Zullen we allemaal even in nieuwe talen spreken? Loda bantada basoto koda bantada da badriai. Lebon takada bantari. Halleluja, 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 halleluja. Sando da bonta de diai. Er gaan bidders opstaan in deze gemeente. Er gaan bidders opstaan in deze gemeente. Halleluja. Er zijn bronnen in deze gemeente. Bronnen die God geslagen heeft al heel veel jaar geleden. Er zijn bronnen als Genesis hoofdstuk 26. Halleluja. En die bronnen gaan geopend worden. Want de tijd van Esek en Sitna, van ruzie en conflict, is voorbij. Want er komt een bron Rehobot. God geeft ruimte. God heeft jullie ruimte gegeven om te gaan bewegen in de Heilige Geest. Oh, dank u wel. De bron die wordt geopend in de naam van Jezus. God geeft jullie, zullen we zeggen, ruimte. Ruimte, ruimte. Amen. Halleluja. Oh, daarbij. We hebben een geweldig evangelie, hoor. Amen. Hoef ons niet voor te schamen. Oh, want de Heilige Geest die woont in je. Amen. Wat maakt mij anders dan mensen die Jezus niet kennen? Dat is de Heilige Geest. Want die woont in mij. Die rust op mij. Hé, de kracht van de hemel is in mij gekomen. Lebo shet alalabadriai.
Je bent geroepen om te regeren, lieve zus. Je bent geroepen niet dat omstandigheden regeren. Kijk me eens aan. Omstandigheden spreken. Kunnen luid en duidelijk spreken. Maar de Heer gaat nu harder spreken in jou. Want jij gaat spreken over omstandigheden in de naam van de Heer Jezus. Jij bent het hoofd en niet de staart. Je gaat er overheen en niet meer onderdoor in de naam van Jezus. Amen. Want de oren zijn aangeraakt. Je oren hebben het woord van de Heer gehoord en de geest van God woont in je. En die tongentaal die je net gesproken hebt, blijf het spreken. Amen. Je blijft het spreken in de naam van de Heer Jezus. Er zit veel meer kracht in je dan je beseft hoor. Oh, je hebt ook autoriteit over je lichaam. In de naam van Jezus. Dank u wel. Je mag gezondheid over je leven uitspreken. Amen. Halleluja. La bocetta caraba. Gezondheid is jouw deel. Spreek het maar. La bocetta caraba. Ja, je hoeft mij niet na te maken, maar laat het maar lekker uit je binnenste komen. Amen. Ja, dat doet het heel goed. Chiquita caraba. Ja. Ja, laat het maar komen. Laat het maar komen. Ja, laat het maar komen. Halleluja. Ja, maak die klanken maar. Ja, het komt. Ja, heel goed. Amen. Dank u, Jezus. Halleluja. Dankbaar om hier te zijn deze morgen om weer wat bestemming te mogen vrijzetten over deze gemeente. Amen. Halleluja. We zijn geroepen om te leven. We zijn geroepen om te leven. Amen. Ik ga het afsluiten en ik ga het teruggeven aan Erwin. Laat je zegenen als je graag nog even een boek wil kopen of een kaart. Dat zeg ik niet om ons, maar dat zeg ik, je kan gaan zaaien, gaan zaaien, gaan zaaien. Want geloof komt door het horen en horen door het woord. Zorg dat je leest en als je het moeilijk vindt om te lezen, ga luisteren. Zo belangrijk dat het woord binnenkomt in je hart, want dat bouwt geloof en daardoor leef je. En ga je de kracht van God zien werken, ook in jouw leven, in je huwelijk, in je gezin, je kinderen. Ze gaan allemaal terugkomen. Kinderen die geroofd zijn, die komen terug. Ze komen terug. Ze komen terug. Ze komen terug. Amen. Halleluja. We laten niemand roven in ons midden. Amen. Dat is een houding. Wat nou? Niks ervan. Ik weet, ze moeten zelf een keuze maken. Maar als de kracht van God over tieners komt, als de kracht van God over jonge mensen komt, zijn ze niet meer dezelfde. Halleluja. En we roepen uit dat ze voor Jezus gaan leven. Amen. Yes. Shakara. Ja, ik kan door blijven gaan, dat weet ik. Maar ik ga het afronden. Amen.